chefsfriends.nl. Hey, Chef Friends. Goedemorgen. Zouden we even in de koelkast van deze sterrenkok mogen kijken? Nou, natuurlijk, kom verder. Ja, dit is mijn koelkast. Zo, eens even kijken. Wat zien we allemaal? Ja, yoghurtjes, die eet ik 's morgens meestal. Kinderen wat brood en vlees waren. Die jongens die van mij zijn 17, die drinken nog graag een biertje. Pardon? Ja, die mag af en toe een biertje. Dat is wel helemaal zo. Lekker Beerse bier uit Vessen. Dus een biertje heb ik de laatste keer gehad van iemand. Had ik iets gedaan. En die weet dat ik een beetje Aziatisch houd. Dat vind ik wel leuk. Dan had hij allemaal Aziatische biertjes gekocht. Zo, oh, hey, Johnny. Pikkelilly. Echt een topspul dit. Ja, wat maakt dat zo bijzonder? Ja, gewoon lekker dit. Het is gewoon een beetje een mooie mosterd achter zo. Het is gewoon pikkelilly, lekker fijn gedraaid. Ik vind het lekker op een boterham al. Zo lekker een beetje een spread overheen. De sausbar. Die hebben altijd saus op tafel staan. Die met eten moet er altijd... Een beetje pittere dingen altijd zo erbij. Hey, en nog even naar dat bier. Is dat streekbier of wat is dat? Ja, dat is uit Vessen. Komt die hier vlakbij. En ik heb met die jongens de Allergie van het Zuiden gedaan. En die hadden wat biertjes over. En ik vind het ook wel lekker bier. En ik gebruik het nu ook in mijn keuken op het ogenblik heel veel. Dit is een gast van mij. Die maakt altijd... Die maakt zijn eigen sambal. Dat is een Indonesische stad. En als hij komt eten, neemt hij altijd een potje sambal voor mee. En dat is heet, jongen. Dit is heet. Maar ik vind het echt heerlijk spul. Ja, als we even kijken naar het middengedeelte. Wat me eerst opvalt, ik mis de verse groenten. Ja, dat klopt. Daarbij, dit is op het ogenblik wat erin zit. Ons lauw die kookt veel voor zichzelf. Heel veel van die roebak schoteltjes. Veel groenten en een beetje vlees. En wij eten altijd van beneden. Dus om 5 uur wordt er één grote pot gemaakt. En dan gaat er een gedeelte van naar boven toe. En daar eten wij hier met ons eigen gezin altijd mee. Hoe ben jij met restjes? Alles gaat op? Ja, in principe wel. Maar dit soort dingen die Annelouw zelf maakt op maandag of zo, die bewaren we dan. Ja, dan misschien een keer eventjes een keertje opeten of een keer 's middags of zo. Ja, ook heel veel van die ranjas hebben we altijd in huis voor de kinderen. Die drinken altijd van die aanmaaklimonade. We hebben eigenlijk hebben we ook nooit geen cola of zo in huis. Cola of frisdrank hebben we eigenlijk nooit. Het is altijd die aanmaaklimonade. En deze vinden we altijd heel lekker, die van Albert Heijn. Dat is echt heerlijk spul, vind ik dat. Maar, onze Morris die heeft ook zo'n apparaat. Die maakt ook zelfs limonades altijd. Oh. Dus dat is zeg maar een ranja, zeg maar. En dan heeft hij van die patronen, die draait hij erop en dan heeft hij een eigen frisdrankje heeft hij. Maar inderdaad, die sportvoeding, daar ben ik altijd wel gericht mee bezig. Ik heb hier mijn eigen kastje nog, met allerlei poeders die ik in mijn bidons doe. Of die dietproef en die eiwitshakes en het allemaal. En allemaal van die baars en zo, van die reep heb ik hier allemaal liggen. Is dat toch geen prestatiebevorderende middelen, toch? Of ja, ja, dat is het wel eigenlijk. Ja, deze helemaal. Dit is gewoon, zeker voor de lange afstanden, dan doe ik altijd van die Pepto erbij. Dus heel veel, ja, dat brandt gewoon lekker goed op, lekker langzaam. Ja, als we dan iets naar rechts gaan, dan zien we daar een beetje het Aziatische kastje. Ja, wat is dit? Ja, de smaakmakers ook weer. Maar ook veel dingetjes die ik uit moet proberen ofzo, of die ik gekregen heb. Ik ken het niet eens. Ons touw die kopen natuurlijk af en toe wel wat dingetjes. Dus de Toe Esteblon, die werken we heel veel mee. Het is onze huis olijfolie ook. De Full Moon is een prachtig mooie olijfolie. Maar dat is eigenlijk meer voor als we een keer een lekkere salade maken of zo. Maandag of dinsdag, dan gebruiken wij meer. En hier is ook wat van die glutenvrije dingen. Veel uit de reformwinkel kopen we al spulletjes van. Dit is nog een hele mooie sojasaus. Dat heb ik de laatste keer van Tommy Kawa gekregen. Echt prachtig. Wie vult de koelkast? Annelouw doet daar het meest in. Mijn schoonmoeder. Die doet heel veel boodschappen voor ons altijd. Als we geen tijd hebben, dan bellen we haar.
En we hebben ook vaak, ja, die jongens zijn wel wat ouder, die van ons zijn wel 14 en 17. Maar dan komt s'avonds wel vaak nog wel steeds een oppas. Ja, ik wil het eigenlijk geen oppas meer noemen. Maar ik vind ook, weet je, wij zijn naar beneden aan het werk. En ik vind de jongens vinden het ook gezellig als er iemand is die een keer lekker even thee zet met ze of even koekje eet met ze. Even, en nou is tegenwoordig heel veel huiswerkbegeleiding. Maar ook gaan ze even boodschappen doen. Maak even een lijstje, weet je. Dan gaan ze om 7 uur even de Albert Heijn en dan even een boodschapje doen. Ja, dus. Het is een beetje, ja, ik kom bijna zelf nooit in de Albert Heijn, zelden of nooit, nee. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefs Friends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.